Ja, normaal. Ik ga zo met Dolf praten over zijn boek. Superleuk. Maar dat inspireerde jou meteen weer, want... Ik ben natuurlijk als jochie normaal fan en ik ken zijn boek dat hij vroeger met Jan Manschot heeft geschreven goed. En, ik zal hem even aankondigen met een stukje normaal. Welk liedje? Legerschool in Hummelo. Dat vind ik een van de mooiste songwriting liedjes van normaal. Dus ik denk, ik als muzikant moet dat maar doen dan. Hummelo 1958, een foto uit de zesde klas. Ik kan me allemaal goed herinneren, ik weet nog goed hoe het was. Prupke schieten en deentjes ploggen was het liefste wat ik deed. Mientje reed met Anton, krasten wie op de play. Legerschool in Hummelo, door heb ik veel geleerd. Takvolle strafwerk, haar heeft me nooit gedeerd. Journalist Dolf Rusink heeft een leven aan verhalen. Hij sprak politici, tv-sterren, paradijsvogels, topsporters, avonturiers en popartiesten. Hey, familie! De boerenrockband Normaal volgt hij al zijn hele leven. Sinds hij in dezelfde klas zat met Jan Manschot, drummer en oprichter van de band, die in 2014 overleed. Dit concert- en fotoboek gaat over de betekenis en de invloed van de Achterhoekse boerenrockband Normaal vanuit het perspectief van de fans. Een impressie van een 50-jarige veldtocht door Nederland. Als je een schatting moest maken naar hoeveel concerten u al geweest bent, kan dat? Nee, echt niet. Nee, dat is niet meer te tellen. Nee. Meer dan 100? Ja, sowieso. Ja, absoluut. Ja, dat is gewoon, dat blijft er mooi bij zijn. En er is ook niks anders waar ik naartoe wil of ga. Nee, dat is alleen maar normaal. Wat goed dat we elkaar weer zien, jongens. Dolf, dit zijn dus precies de mensen die jij hebt opgezocht de afgelopen jaren. Ja, in de kleinste gehuchten, dorpen en molshopen in Nederland. Hè, in heel Nederland? Ja, ik ben van Groningen tot Limburg en van Zeeland tot Zalland echt teruggegaan naar de plek waar de normaalhistorie ligt en waar de huikers, hè, want fans... mogen we niet zeggen bij normaal. De huikers, de aanhangers wonen. Ja, precies. De aanhangers. Ja, zeker. Je hebt geef je een paar kleine blikken op je boek alvast. Hè? Want het is eigenlijk nog volop in de maak. Bijvoorbeeld de provincie Overijssel. Ja. Want je zegt alle gaten en hoeken. Maar dat blijkt ook echt. Ja. Want we hebben een kaartje van Overijssel. Dat wil ik heel graag even met jou bekijken. Daar kun je gewoon zien waar alle mensen, waar alle concerten zijn geweest. Ja. En het opvallende is dat in elke provincie, dus ook in Overijssel, normaal niet de band was van de steden, maar van de dorpen. Ja. En ook de band met de feestcultuur in die dorpen is heel sterk aanwezig. Dus bij kermissen, dorpsfeesten, oogstfeesten, daar was normaal ook altijd. Maar wat ik zo fantastisch vind, is dat je gewoon ook geteld hebt op hoeveel concerten er zijn geweest. Ja, globaal, hè, want het is nog in beweging. Het kan best zijn dat er in de tweede druk nog iets aan verandert. Komen we uit op 3150 optredens in 50 jaar normaal. Waarvan er meer dan 500 in Overijssel. Hoeveel zitten er in Gelderland? Ja, Gelderland is natuurlijk als vaderland van normaal koploper met ongeveer 800 optredens. Maar Gelderland en Overijssel, Benny Jolik zei wel eens de Saksische broedervolken. Ja. Die zijn samen goed natuurlijk. Ja, want voor, hij is natuurlijk begonnen in Enschede. Ja, op de Aki, waar hij studeerde. Ja. Drie leden van Normaal woonden en studeerden in Enschede. Ja. We vergeten dat wel eens, hè, maar ja, het heeft een heel erg Twentse oorsprong ook nog, ja, buiten de Achterhoek. En, en wat viel jou op als je zo in Nederland keek naar de plekken waar ze opgetreden hebben?
dat normaal eigenlijk zijn aanhang had in gebieden waar mensen zich van oudsher toch wat achtergesteld voelden. Achtergesteld voelden bij die dominante randstad in Nederland. Mm-hmm. En waar normaal als een soort voorvechter met die mensen samen zijn. Maar wij zijn er ook nog. Hè? En wij zijn helemaal niet dom en we zijn niet minder dan een ander. Ja. Die gebalde vuist was eigenlijk ook een teken van zelfbewustzijn. En wat zo frappant is, het geldt nog steeds. Ja, dat klopt. Hè. Normaal speelt natuurlijk niet zo heel veel meer na 2015. Ajou de Mazzel was toen het afscheid. Maar je ziet hier ook die omhoog gestoken vinger. En... Ik was daarbij. Het was fantastisch. Het enige verschil is eigenlijk met de historie dat vroeger gingen die gebalde vuisten omhoog. Tegenwoordig nog, maar nu zit er een mobieltje in. Want iedereen wil zichzelf filmen. Ja, precies. Nou ja, en natuurlijk het concert zelf. Want de laatste was gewoon echt een topconcert. Ja, de laatste concerten die waren weer op de plek van de oorsprong in Lochem. In het openluchttheater, intiem, klein, gezellig. Geen dranghekken. Geen security, gewoon normaal. Wat is nou de kracht van normaal? Gewoon normaal, zeg jij maar. De kracht is ook juist dat er van alles gebeurt. Dat er zoveel creativiteit is. Dat er rituelen zijn. Dat mensen zich verbonden voelen. Ja, zeker. De verbondenheid bij normaal zou je ook kunnen vertalen in... Er bestond geen verschil tussen degene die op het podium stonden... Nee. En de mensen die in de zaal of in het weiland stonden. Men voelde zich gelijk. Dat verklaart een beetje die verbondenheid met de groep. Ja, en die rituelen? Ja, die rituelen die zijn er in elke provincie. We kennen natuurlijk allemaal het bier gooien, maar er zijn veel meer rituelen. Die heb ik onderzocht per provincie. Ach. In Brabant zijn bijvoorbeeld andere gewoontes dan in Groningen. In Brabant hebben we de 5 B's. Nou, ik zal ze niet allemaal noemen, maar een van die B's is beuken, vloertje beuken. Men probeerde daardoor hard te stampen de vloer in de zaal kapot te krijgen... En dat heeft er ooit in geresulteerd dat een deel van het publiek in Vlierden in de bierkelder is terechtgekomen. Door de vloer gezakt. En in Siddeburen, wat was daar? In Siddeburen was net als in Dalfsen in Overijssel het heel erg gebruikelijk. En ook in Toldijk in Gelderland om met stro te gaan gooien. Als je daar kwam, ook als bezoeker, niets vermoedend met de auto. En je vroeg even de weg, dan hadden allerlei fans jouw auto in de kortste tijd volgestopt met stro. En ze wilden daar met trekkers komen, zoals gebruikelijk was. Ja, in Siddeburen verbood de burgemeester op een gegeven moment... dat mensen met een trekker en een kiepwagen naar het concert zouden komen. Dat zou te gevaarlijk zijn. Ja. Toen kondigden de huikers in Groningen aan... maar dan gaan wij volgend jaar allemaal met een trekker. Dus er kwam ME in het dorp. Grote consternatie. Ja, grote consternatie. En ze kwamen inderdaad allemaal op speelgoedtrekkers. Die kleine groene trekkers. Ja. Ja, daar heb ik er ook eentje van thuis. Ja, dus die creativiteit en die humor was niet alleen bij normaal... maar zeker ook bij de fans aanwezig. Ja, dat is geweldig. Want dat vind ik wel echt kenmerkend voor deze band. Ik bedoel, niets is te gek. Nee. Hoe zou jij die band 50 jaar normaal omschrijven? Ja... Kun je dat, nu je alles in een boek hebt gezet? Ik heb er 304 pagina's voor nodig gehad. Dus dat kan ik niet in een paar seconden doen, maar... het is toch denk ik wel ook heel sterk de originaliteit. Laten we niet vergeten dat normaal de eerste... Dit is ook zo eentje, hè? Ja, ik heb hier een briefje van 1000 gulden, een nagemaakt briefje. Benny Jolink had bijna 3/4 jaar niet gespeeld... omdat hij zijn auto iets verkeerd tegen een boom had geparkeerd. En ja, als een soort compensatie naar de fans en ook de zaalhouders... besloot normaal om iedereen te trakteren op een briefje van 1000 gulden... Benny Jolink, een geweldig kunstenaar, heeft zichzelf als oude Hollandse meester hierop afgebeeld. Het geld werd met een kanon de zaal ingespoten. Iedereen was blij, behalve de Nederlandse bank. Want die vond dit toch wel een beetje bedriegelijke namaak. Want het lijkt ook heel erg op een... En ik heb nog een briefje van 1000. Ja, fantastisch. En het mooie is, de parallel is dat er precies op dit moment... zijn er ook 1000 aanhangers van normaal. Die hebben ingetekend op het boek om... En dat is het bijzondere. Ze komen achter in het boek te staan met naam. En ze zijn dan voor eeuwig verbonden met hun idolen. Nou, fantastisch. En wat ik zo leuk vind, is dat wij eind september... en dan moet ik het goed zeggen, 26 september... de boekpresentatie hier bij RTV Oost gaan houden. En dat we dan dit boek... dan ga je het officieel aan de wereld presenteren. Daar maken wij een uitzending van. Dus iedereen kan meegenieten. Ja. Fijn dat je hier was. Is er nog iets wat wij in de tussentijd moeten weten? Of waar we over na moeten denken? Ik wil niets meer vertellen. Nee? Ik wil niets meer verklappen. Nee, oké. Dankjewel, Dolf, dat je hier was.